Jodro met een opmerking, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag spelen we zoals altijd het gebruikelijke potje Fortnite. We gaan gewoon weer gewoon lekker proberen die high kill game te halen. Gewoon altijd lekker voor die high kill game. En ben ik wel benieuwd, hè? Ligt het nou aan mij? Ben ik nou zo'n van laag level 182? Of zijn andere mensen gewoon volle challenge grinders? Want een soort van vriend kent aan de klas. Maar die grind is gewoon echt challenge. Het is gewoon hop op Fortnite challenges. Dit zijn hele gewoon challenges. Misschien ken je hem. M, Erico 29. Ik weet niet of ik ooit voorbij is gekomen in een van mijn video's. Zo ja, maar ik ken hem misschien wel. Maar zo, wat is dat? Pickaxe mag niet inladen. Don't take the minis. We gaan gewoon door naar het volgende potje. En ik hoorde laatst een van jullie in de comments van waarom knip je hier video's niet? Ik heb geen laptop. Misschien klinkt het zielig, maar ik heb geen laptop om op te nemen of om te editen. Nou, ik heb wel een laptop om te editen, alleen dan is de vraag, ik weet niet of een van jullie het weet, want ik kan niet opnemen met mijn laptop, maar het kan wel, maar nu zit ik op 2 fps, want dat is gewoon een werklaptop, geen game laptop. Moet ik dus mijn video's opnemen met de PlayStation. Maar ik kan ze met de PlayStation kan ik ze alleen delen naar YouTube. En ik kan ze niet delen naar de mail. Dus dan krijg je het probleem, ik kan ze niet editen. Een knip, dus. You see? Dat is ook weer uitgelegd. Maar even terug op het punt van challenge grinden. Like, weet je? Challenge grinden. Je kan het wel doen, want dan heb je gewoon early access. Nou, niet early access, maar dan heb je gewoon snel 100 hele ziek skin met fate en al die soort dingen. Hey, dat heb ik ook. Nou, ik heb jou niet, alleen je kon beter. Zo het seizoen, haha, fuck jou. Dit is een iPad speler. Ik zeg je nu al, dat was een iPad speler. Zullen we naar Catty Corner? We gaan wel naar Catty Corner. En dit heb ik van Pro Guide geleerd. Land dan hier al, roeit dan iedereen eruit. En dus de guy die dat ding heeft voor de nade launcher en al die dat stuff, die heeft er zo hard voor gevochten. Oké, misschien gaan we er ook gewoon niet heen. Laten we dan gewoon even hierheen gaan. Maar die heeft er dan zo hard voor gevochten dat hij wat lower is. En dan heb ik er gewoon lekker vol shield van. Ja, strats. Dit is een AR. Ik hoef geen hunting. Don't ambush me. Goed zo. Don't do it. You have something I like. Get! Hallo. Nou, door naar het derde potje! Het gaat snel zo! Maar Oké. Ik zie toch wel die filmpjes op TikTok, dan zit je van, hè, met deze setting kan je nog sneller gaan editen. Oké, kijk, hier wel ik origineel heen. Maar ja, weet je, dat werd een beetje druk. Ik vind trouwens over deze mod een Renegade Raider. Ik vind het echt een ziek lelijke skin, misschien is dat mijn mening. Want de backbling is wel sick, pas ook bij veel dingen. Alleen weet je,
Ik vind het een centjes nu waard. Ik heb ook de Double Agent pack gekocht. En dat is dat vind ik een hele stukke pack. Hek, maar dan zullen er waarschijnlijk ook weer mensen over verschillen, meningen. Dus ja, meningen. Kom op, laat me in het potje, laat me in het potje, laat me in het potje. Ik kom ook gewoon niet in het potje. Laat mij in het potje. Maar laat gewoon niet. Kijk hier. Ah, finally, we zijn in het potje. Ik weet niet of jullie zullen lullen over het algemeen. Laserbeam. We zullen allemaal wel laserbeam kennen. Nou had hij laatst als een stream om doen. En dat was van... Ging hij mijn kruin nadoen. Oh, ik lig in de deuk. XD, guys. Sick, no scope. Ik weet niet, dat soort dingen die echt, die breken mij. Ik wou nog iets zeggen voor het horen van deze video. Oh ja. Waar ik ben geweest. Hey, Lamu. Ik zet je marker op mij en dan survive. En dan roep ik dingen uit en dan kom ik naar jou toe, Lama. Joehoe, ik kom naar jou toe. Oh ja, waar ik ben geweest in Brabant. Nou, verklap ik nu eigenlijk ook waar ik ben geweest. Ik ben in Brabant geweest. Landenpark. Nou, weet ik niet of ik gewoon qua auteursrechten ding kan zeggen. Wat ik wel kan zeggen, ik ben niet gesponsord. Want in mijn video Haikyuu Game... Oké, dus gram vast. Kreeg ik gelijk, ik had dus Muik gezegd, blijkbaar lag dat onder het bedrijf Voodoo Music. Ja, heel netjes, gewoon Voodoo Music. Dus die kreeg ik gelijk om mijn nek, omdat ik geen hashtag had of geen no sponsor had gezet. Ja, gelukkig waren ze er best wel soepel in, hoefde ik niks te betalen. Maar ja, dus voor Landal, ik ben in Duc de Brabant geweest in Landal. Niet gesponsord. Laat dat even duidelijk zijn. Dan hoop ik niet dat ik Lambo Industries op mijn fucking mail krijg. Maar dat mag soms nog wel eens even gebeuren. Oeh, ja. Niet dat ze een speciaal AR is, maar wel gewoon een nice AR. We zullen allemaal in de klas hebben zo'n kind dat ze zegt van... Je bent irritant, maar vervolgens vindt... Oh, I like you. Pak die harpoen. En wat wil je dan gaan doen? Sorry, maar... I need to have the lamu. Oh ja, ik ben op Brabant. Ben ik ook op Tilburgse kermis geweest, want die is nu bezig. Is inmiddels denk ik alweer weg. Ik heb mijn marker hier. Wel verdomd. Nee, is hier serieus niet? Hallo? Ik zie ook gewoon met mijn hoofd gewoon. Oh wait, is hij daar? Ja, de lama. Ik vind het ook bijzonder als gewoon... Want Vorda is heel top gedaan, maar... Dat je gewoon geen stamina hebt. Maar als je het gewoon echt de conditie hebt van een... Oh, ik moet hem searchen. Daar krijg ik XP van. Fuck off. En dan gaan we met de crushpads gaan we weer terug. Oh, ik had ook de trance trucje kunnen doen van... Gooien en dan... Ik weet wat ik bedoel. Maar wel gelijk lekker veel meer. Het zijn er ook nog mensen. Pep. Dat heb ik gewoon vol van realistiek genakt. But I don't give a shit.
Want ik nak zogenaamd alles van iedereen. Ja, dat zeggen ze. That's what she said. Ja, niet toch grappig. Ik vind het overal de accuracy van de char... Ik wil zeggen combat. Maar de accuracy van de charge shotgun is volgens mij ook genervd. Want... ja. Ik was een paar potjes vol als ik aan het spelen en dat was gewoon... nee, dat was gewoon niet hetzelfde. Daar gaat er minus pijn heen. Hebben jullie soms ook dat je gewoon zo dat je gewoon heel lang TikTok hebt gekeken omdat er gewoon helemaal niks te doen is? En dan zet je hem uit omdat je gewoon iets moet doen en dan heb je gewoon vervolgens de hele dag zo'n TikTok liedje in je hoofd. Dus let's food up. Ik weet, ja, ik heb een dag bijna geen TikTok gekeken. Maar jullie snappen wat ik bedoel. En als je het niet snapt, ja, dan weet ik er niks op te zeggen. Maar waar zijn de mensen? Waarom bloed ik eigenlijk nog? Rick, wat je nu aan het doen bent, is gewoon echt materiaalverspilling. Zijn er Salty Springs mensen? Zit ik bijna in die bui? Oh ja, ik ben ook wel aan het overwegen om uit het SteelSeries Artis 3 te kopen. Maar je hebt ook de Artis 1 en die kost 20 euro minder. En die is ook wel wat minder kwaliteit. Maar misschien hebben jullie nog een mening over wat ik dan zou moeten kopen. Laat even in de comments achter. Ben wel benieuwd. Zijn er mensen? Is niemand in Holly geland? Is er ook nog niemand in Salty is? Hier is niemand? Nou. Hier. Huh? Is er gewoon niemand? Wat is dit, man? What the fuck? Is er niemand? Ja, er zijn mensen. Ik zag net zijn kopje erboven uitsteken. Boven die berg. Yo, wow. Gekke autobuild. What the f- You kidding me? Ik ga vandaag nog getogen, ook niet raar als ik een midweek gewoon ergens niet ben geweest. Gewoon niet heb gespeeld. Is hij er nou al voor? Hij is al vertrokken. Oh, jij zit daar nu. Oh, oh shit, ik heb niet heel veel elf. Edmar. Wat?
Nice, bruh. Nice. Lekker poesje in je hokje zitten. Ja, la, 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 ik vind het heel leuk. Ja? Oké. Okay. Oh, we leren het nooit om hem te storen tijdens een opname. Oh, maar lekker poesje in je hokje zitten. Heerlijk. Lekker een iPad-speler zijn. Met lekkere autoshoot. Lekker een fair fight met iemand hebben. Door in je hokje te zitten. Wow, heel leuk. Oh mijn god. Echt, die charge shotgun is zo fucking ruk. De charge shotgun is zo fucking ruk. Maar ik neem het toch mee, want ik moet aan de nieuwe meta aanpassen, man. And I don't like it. Nee. Fuck de charge shotgun, echt. Oh mijn god. Kan ik niet ook gewoon een keer een goed potje hebben? It's Cherry the Milio Kitty. Hallo Cherry the Milio Kitty. Dit is Kitty the Milio. Kitty the Milio, oh mijn god. Kitty Corner, want we hebben nu heel veel kleine potjes en hoop ik dat we gewoon... Nee, Rick. Meta uitproberen. En ik land lekker hier op de kust. Fuck iedereen. Ik ben de first player to touch the ground. Yes. I like that. Oh, hello. Attack decoys, attack. You just got eliminated, you fucking sprayer. Echt, want ze zitten altijd te wetten op controlespelers van het is de OP. Maar ze vergeten altijd de autoshooters. De grote broer van de controller aimers. De kleine broertjes worden altijd... Oh, hallo. I like you. De kleine broertjes worden altijd aandacht gegeven. En hier is hetzelfde geval. De kleine broertje, de controller aimers, wordt opgevit. Maar ze vergeten de autoshooters totaal. En in het algemeen gewoon de iPad aimers. Want die is 10 keer erger dan de controller aimassist. En ik denk dat we het met z'n allen erover eens zijn. Zo niet, fuck jou. Stik in je oog.
Oh, jammer. Ik ga er niet zo in. Dat heb ik vaker gedaan, dat gaat altijd fout. Wat? Fuck this shit, I'm out. Die shit, hè? Dan ga ik dus gewoon even lekker niet doen. Wat? En nu ben je ineens hier? Van de bovenkant, pik. GG's. Nog wat? Ik hoorde schoten. Tenminste, mijn schermen beschoten waren. Alleen, ze kwamen gewoon van alle kanten af. Wacht even, wat? Shit, ik moet ver. Ik begin met zwemmen. Woep, woep. Materials. De meta die ik had bedacht, die, ja, geen top meta, laat ik het zo zeggen. Materials, geef mij materials. Eigenlijk wil ik ze gewoon van fucking LM's hebben, maar dat kan niet, want ik vind nooit iemand. Oh, bekijk je mijn video's? Ik vind letterlijk nooit iemand. En als ik iemand vind, dan ga ik dood. Want dat is weer een of zo'n zieke camper. Of het is weer zo'n iPad-speler. Of het is weer zo'n fucking harde booga. Jarvis, of weet ik veel wat pro. Met een gekke uit zullen me gaan poppen. Waar zijn die mensen? Want ik wil wel actie doen, maar...
You get me? Ik wil wel actie, maar... Het wordt een beetje moeilijk om actie te voeren zonder mensen! Nou, dan pak ik deze airdrop wel, weet je. Als je toch niemand hem wil hebben. Oh, look. I can use that. Fuck dat. Bom. 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 Zo. Oh, ik was op zoek naar minis. Bindies, hallo. Iemand spectate me. Waar? What the fuck is spectating me? Zo weg. What the fuck is dat? Een blowcharge heb ik niet nodig. Ik hoor de quid launcher. Ultrasound enabled. Waar zijn de mensen? Oh, heel top. Marauders. Marauders. Of zoals je Royalistic? Brek? Nee. Classic controller sneak, oké? Okay? Op de bouwer! Oh mijn god! Space! Space! Ook gelijk een third party? Wow! Stop! Stop it! Get some help! What the... Oké, ik ben klaar. Ik hou van die limp, maar nu niet. Fuck off. Back off. Ik ben heel even weg. Ik kom zo terug, jongens. Ook gewoon blijven schieten. Stop! Je bent niet fucking meneer met kogels. Bent u de kogel, meneer? Of de materials, meneer? Mag wij. Oh mijn god. Nou, ik kan alvast de video afsluiten met hallo, dankjewel voor het kijken, want ik ga toch dood. Zou ik zelfmoord plegen? Oké, jongens, hier gaan we.